Leuk dat je kijkt naar de Gameliner stream. We gaan Spanje, Nederland spelen. Om even te voorspellen wie er gaat winnen op het WK. Je hebt vanochtend al de voorspellingen kunnen lezen van iedereen. En nu gaan we gewoon eventjes in FIFA 14 op de PlayStation 4 spelen. Om te kijken wat het gaat worden. Met Justin en Ruud. Dus. En omdat Justin beter is dan ik, is hij Spanje. En ben ik Nederland. Omdat we allebei denken dat Spanje gaat winnen. Zo'n beetje de hele redactie denken. Behalve Jordi. Jordi denkt een gelijkspel. 1-1. Ik denk 2-1 voor Spanje. Wat denk jij? 4-1 voor Spanje. Fuck, 4-1. Oké. Okay. Wil je het aanpassen? Wel je eerste opstelling goed doen, ja. Ik geloof het allemaal wel. Het is makkelijk met zo'n team. Oei. Jij hebt gewoon een muur van verdediging. Van de Vaart. Oh nee, Van de Vaart is er eigenlijk niet bij, maar hier wel, dus. Strootman zit er ook gewoon bij. Maar hij is niet helemaal up-to-date. Nee. Het is de FIFA 14 voor de PlayStation 4, dus niet de WK-editie. Ja, is het zo goed? Ja. Oké, dus. Ja, 4 minuten? 4 minuten, 4 minuten is voldoende, ja. Dus die gaan zeiken over dat Strootman en Van de Vaart erbij zitten. Het is niet ons fout, het is FIFA's fout. Ik zag gewoon een voetballetje. Oh, dat was niet ook. Maakt niet uit. Oké. Aftrap. En vergeet ook niet op de, voor de elke wedstrijddag van Nederland te kijken. Naar de andere wedstrijden. Want die gaan we ook spelen. Ja. Want wie vertrouwt nog meer? Ons in FIFA? Of een octopus? Die het voorspelt. Precies. Toch? Nee, is er een octopus dit jaar? Nee, dat was een andere keer. Ja. Wat voor dieren is het dit jaar dan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Had een bekende naam, maar ik weet het niet. Oh, is het dat Braziliaanse ding? Ik weet het echt. Oh, hier komt hij aan. Ja. Oh! Nee. Nederland bijna op voorsprong. Oei. Oh, ik ga gewoon voor jou aan de kant. Sportief. Tot nu toe heeft Spanje niks te vertellen. Nee. Ah, dat is vervelend. Dan. Ja, vanavond 9 uur, hè? Allemaal kijken. Ga je kijken, Justin? Ik ga kijken, natuurlijk. Ja, voor Nederlands afstand kijk ik altijd wel. Die andere wedstrijden soms. Gisteren gezien? Gisteren, de eerste helft en de laatste minuut van de tweede helft. Dus ik zag de 3-1. Oké, ik heb er niks van gezien. Maar goed, stel dat we doorgaan, dan worden we waarschijnlijk tweede. En dan moeten we tegen Brazilië. Gaan we dat redden? We gaan er wel vanuit en we gaan gewoon de zaken vooruit lopen. Gaan we winnen van Brazilië? Dat is nu de vraag. Ik denk het wel. En Brazilië is helemaal niet zo goed. Als we eenmaal doorgaan. Ze waren gisteren nog niet heel erg goed. En sowieso, als Nederland doorgaat, is er al een ronde gaande. Dus dan kunnen we Brazilië ook mee doen. Ja. En 4 jaar geleden was het ook een makkie. 2-1 was het toen volgens mij. Oh, wat slecht is dit. En wie denk je dat de wereldkampioen wordt? Justin. Een wereldkampioen. Ja. Zal het weer Spanje zijn? Oh! Jezus! Mijn hemel. Ging er via de lat en de paal? Volgens mij wel, ja. Maar, en daarna telt niet, hè? Duikt hij onderdoor. Jeetje. Wie de wereldkampioen? Ja, daar wordt het. Duitsland of Spanje? Duitsland? Kun je dat nou zeggen als Nederland? Nee, Duitsland was heel slecht in de voorbereiding, vond ik dan. Oké, ja, 2-2. Ik heb het allemaal gezien. Nou, dat is dan het enige wat ik We zijn allebei niet hele fanatieke voetbalsporters, volgens mij. Nee, zeker al die oefenwedstrijden, die boeien me echt niet. Ik bedoel, dan gaat elk team probeert daar toch wat, dus niemand speelt echt zo'n goede wedstrijd. Ja, dat zit er. Ja, wij waren ook niet in de oefenwedstrijden. Heb je dat wel gezien, van Nederland?
Nee, ook niet. Ook niet. Nee, ik heb ook gewoon, ja, het waren allemaal later grote trainingen wel. Ja. Nou ja, niet allemaal, het waren ook weer gelijk spel. Tegen Ecuador volgens mij. Of zit je daar ook meteen naast? Ik, nee. Kun je me er niet op plaatsen, maar. Tegen Wils, van Wils hebben we in ieder geval gewonnen. Dat heb ik niet gezien. Dit ziet er niet best uit. Oeh! Oh. Ah, ja, ja, Van der Vaart. Van der Vaart is trouwens gewoon bij voor. Afvragen waarom die erin staat. Evenals een Strootman. Ik heb geen idee wie ik allemaal erin heb, maar dat zal ook wel niet allemaal kloppen in Spanje. Spanjaarden zijn toch bitches. Zit, wow. Zit je daar nou mee, Justin? Dat we 4 jaar geleden hebben verloren van Spanje. Zit je daar nog mee? Ik wel namelijk. Ja. Toch wel, hè? Ja. Het kraakt. Dat had wel gekund. Nou, dat als je zo dichtbij bent. Zo ik denk niet dat we zo'n kans krijgen. Nee, dat is nog niet. Ach, goed. Het is een buitenspel. Ja. Maar goed, dat is ook meer over die WK-versie van 2014, of in ieder geval deze mode. Deze mode? Die staat, is toch? Ja, het is een gratis update van 2014 op de PlayStation 4 en Xbox One. En ja, je kan alleen kick-off doen. En er is een Ultimate Team modus die ik heel kort heb gedaan. Maar ja, ik doe toch liever met Ultimate Team met alle spelers. Dus dan alleen de WK-spelers. Even voor duidelijkheid, kick-off, dat is gewoon één wedstrijd spelen. Ja, dat is gewoon één wedstrijd. Je kan niet eens een toernooitje instellen dus. Okay, dus daar moet je die echt toch echt die last gen, ja, daar, de current gen versie. Oh! Jeetje. Het is al rust volgens mij. Ja. 0-0. Saai wedstrijd een keer. Ja. Ach, daar hebben we. Daar hebben één we. Grote kans voor mij, hè? Was dat de. Nee, dat is niet. Nee, hier, was jouw kans, ja. Ik wou zeggen, ik heb ook kans. Je hebt de kans gehad. Oh, ik zie een worst erin. Ja, Nederland speelt trouwens met 5 verdedigers. Ja, echt lapaal. Oh. En deze ernaast, hè, die ander. Ja, ja. Die nou, heeft gewoon in. 69% balbezit voor Nederland. Dat spreekt toch voor zich. Balbezit zegt niks. Als je alleen maar verdedigt, dan heb je inderdaad meer balbezit. Maar volgens mij is je ook al meer aanvallen. Ja, Nederland is gewoon erg goed. Verrassend. Volgens mij heeft niemand het bij Game Man het niet te goed, want iedereen dacht dat we wel achter zouden staan. Of voor zouden staan. Of in ieder geval dat het gescoord zou worden in de eerste helft. En dat is niet gebeurd. Oh. Nogmaals even voor de duidelijkheid. Justin speelt met Spanje omdat hij skills heeft, zogenaamd, in deze game. En ik niet. Dus ik speel met de underdog Nederland. We hebben skills wel een beetje verleerd hoor. Ja, dat merk ik. Beetje. Jordi heeft overigens ook FIFA skills in de redactie. Die heeft laatst in zijn 3 van die laten weten dat hij minstens 15 seizoenen carrière speelt. Per jaar. En dat vond hij vervelend dat het dan nog speelt. Ja, dus Jordi moest hij opnieuw beginnen. Ja. Het is toch bizar hè, dat iedereen dan al met pensioen is. Zijn er nog meer mensen die 15 seizoenen of meer carrière modus willen spelen? Of FIFA laat het dan even weten. Ik ken ze niet. Oh. 15 jaar. Nee! Oh nee, jongens. Ik ben er stil van. Hij zit gewoon te erg. Hij zit gewoon te erg op Spanje. Ja, ik spoor toch. Blijf het spelletje. Nou. Er kan nog van alles gebeuren. Je hebt nog een half uur. Ja, het WK. Maar jij denkt dus Spanje of Duitsland? Ja. Ja, ik denk toch ook wel in Spanje, man. Ik hoor mensen, sommige mensen zeggen Brazilië. Argentinië hoor ik ook. Maar Brazilië is niet eens goed, hè. We spelen dan al thuis. Oh! Maar zo goed zijn ze niet. En Argentinië, ja, Messi. Ja. Wat hebben ze nou verder, hè, die Argentijnen? Ik bedoel... Wij wel, maar het is Indy. Die we zijn nog niet. Zo. Die zijn echt jaloers, denk ik. Wel, hè? Dat denk ik.
Oh, oh, een omhaal. Een omhaal van Sneijder, Robben, Sneijder. Ik zie Sneijder gewoon met een omhaal te scoren. Heb je weinig tijd voor nu? Genoeg. Ja, oké, dat is waar. Je kan nog winnen, zo. Makkelijk. Voor de duidelijkheid, mocht het gelijk worden, dan spelen we niet verder. Want het is een poolwedstrijd, natuurlijk. Als alle punten zijn meegenomen, is het gelijk spel. Dat zou ik eigenlijk vertekenen als ik hier ben. Oh! Ah, kijk hoe langzaam! De bal kult van voor jou. Ja, ja. En Frankrijk, denk ik daarvan, dus denk ik dat die ook goed zijn. Frankrijk heb ik niet gevolgd eigenlijk. Nee? Ik was weer vergeten dat het land ook nog bestond. Ja, het is toch... Zijn nu goed, ik hoor even. Niks van Frankrijk. Nee, ja, misschien ook een underdogje. Ik denk dat wij trouwens ook wel gezien worden als een underdog. Wie verwacht er nou... Maar het is in iedereen een inleg bij de corner. Ik bedoel, het kan zomaar gebeuren. Als Iniesta trouwens scoort, wie heeft het trouwens net gescoord bij Spanje? Heb je dat meegekregen? Ik heb het niet meegekregen. Scoort hij zelf? Want als Iniesta het is, hè? Ik ken al die Spanjaarden niet meer. Dat is gek, man. Je pakt die bal dan. Jongens, jongens. Ah, oh, blessure. Oh, mijn vlaag. Klaar. Ja, Veldman. Die is van Ajax, toch? Ik heb het geen idee. We zijn echt voetbalkenners. Ik ben heel slecht in namen. God, dat ziet er wel vervelend uit. Schoppen gewoon de wedstrijd uit. Oké. Okay. Schop je voor de kamer. Oeh. Ik denk dat dit trouwens ook wel zou kunnen, hoor. 1-0. Stroeve wedstrijd. Ja. Ja, dat zit er ook wel in. Net als 4 jaar geleden, 1-0. Was dat pijn. Oei, oei, oei. De tijd tikt gewoon wel verder. Moet ik gaat hij zelfs op die tijd bal? Ja, die andere bal van het uitveld heel leuk zijn. Oh, oh jee. Ja, oh! Oh, dat was hem geweest. Ik voelde het nou maar. Wat was je die dan? Het is ook weer... Kijk, okay, Justin gebruikt ook cheats trouwens, hè. Dus dat je weet dat hij niet met skill of zo. Ja, dat is een grapje, dat is een grapje. Nou, dit is goed. Dus het is gebeurd. Het is gebeurd, ja. 1-0. Dat zou een slecht begin zijn. Oh, zelfs die hand van... Xabi Alonso door het hoofd van Robben. Jezus, dat komt ook wel bij. Xabi Alonso, het was er. Dit is prima review, zou je de animaties kunnen soms iets beter nu. Jeetje, mina. Nou, ik heb geen woorden voor. Jij? Ik ook niet. Heb jij nog hoop voor Nederland als ze de eerste wedstrijd verliezen? Nee. Nee, hè? Want dan moet ze er eigenlijk wel 2 winnen. ik heb vertrouwen in Australië. Dat, dat kunnen we winnen. Is dat Holland gewoon niet goed? Ah, hij zit helemaal in de game. Sorry, is de paal in de lat en dan onderdoor duiken. Maar Australië heb ik dus vertrouwen in. Dat is de volgende wedstrijd. Volgende week woensdag, 6 uur 's avonds. Volgende week dinsdag om 10 uur 's ochtends. Spelen we die wedstrijd, weer in FIFA, dus dan kunnen we hopelijk wel 3 punten pakken. En dan, ja, als we daar 3 punten pakken, bij Australië, dan heb ik wel weer hoop. Want dan heb je zoiets van, ja, dan kunnen we net zo goed die laatste wedstrijd ook winnen. Ja, hangt er ook een beetje af wat Spanje dan heeft gedaan, als die misschien een gelijk spelletje heeft. Nou, ja, maar we moeten er sowieso vanuit gaan, Spanje wordt de eerste. Daar is in twijfel. Maar Chili wint van Australië, denk het wel, dus die hebben vertrouwen, dan moeten ze tegen Spanje. Ja. Dat zou best wel eens een gelijk spel kunnen worden. Dus hebben zij 4 punten. En dan moeten ze tegen ons. Dan moeten we winnen. Ja, we moeten sowieso de andere 2 wedstrijden winnen als we verliezen. Maar goed, voor nu, leuk dat je hebt gekeken. Tot dinsdag dan. Top. Oh, mijn duim. Ja, top.